Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplazen.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 7 vanochtend kunnen we het niet goed zien, maar er komen op dit moment nog veel wolkenvelden voor. In de loop van de ochtend gaat de zon vanuit het zuiden langzaam steeds meer doorbreken. Overwege de ochtend is het 15 tot 17 graden, vanmiddag wordt het uiteindelijk 20 tot 23 graden. Met daarbij van tijd tot tijd zon, afgewisseld met nog steeds wat wolkenvelden, maar ook stapelwolken. De wind die stelt weinig voor. Vanavond zijn er ook nog brede opklaringen, halverwege de avond is het een graad of 19 bij een zwakke oostelijke wind. Aan het einde van de avond begint de bewolking in het uiterste zuidwesten al toe te nemen en dat gaat in de nacht geleidelijk aan door. Morgenochtend in het zuidwesten en westen al veel bewolking en de eerste regen bij 19 tot 21 graden. In het noorden en oosten schijnt nog even de zon en daar wordt het 24 graden, maar volgen in de middag ook de wolken en buien. Op donderdag in het noorden en oosten nog een enkele bui. Het wordt 17 tot 20 graden. Vanaf vrijdag is het overwegend droog en gaat de zon veel vaker schijnen. De middagtemperatuur gaat langzaam weer een paar graden omhoog. Ik ben Ben Lankamp van Weerplaza.nl.